We zijn bijna op het einde aangekomen van X on the Beach. Het programma waarin mannen en vrouwen zichzelf proberen... Nee, ze proberen eigenlijk helemaal niks. Desalniettemin heb ik een aantal video's geleden gereageerd op X on the Beach. Dat was grappig, was leuk. Daarna heb ik weer gereageerd. Ik heb met Dennis gedaan. Maar ik kwam er gewoon niet doorheen. Het lukte me gewoon niet om alle afleveringen te bekijken. Dus heb ik besloten om een deel 3 te maken. Let's fucking do it. Ik weet dat er mensen zijn in de comments die zeggen: oh, Kelvin, het is al lang afgelopen. Kom jij nog met je reageren op en zo? Ja. Dat klopt. We lopen weer veel te lang te lullen. We gaan gewoon kijken. Weet je wat mooi is aan tv-programma's? Normaal gesproken beginnen ze gewoon dat je er even lekker in komt. Voice-over die zegt: het is een nieuwe dag op X on the Beach. Vandaag is dit en dat en zus en zo. Maar bij X on the Beach gaat dat anders. Waarom moet dit? Wil je eigenlijk niet klaar mee? Wat gebeurt hier? Ah, la, la, la. Ja, ik vind het niet, ben niet normaal. Maar jij gaat met Dennis. Oké, okay, kijk, het begint al gelijk goed hoor. Ja, ja. Dan lig ik alweer op de tafel. Voor de mensen die het nog niet door hadden, Dennis heeft meegedaan. Dat kun je natuurlijk zien op basis van zijn hele hoofd. En jij hebt gezegd, vanaf nu wordt het aan. Vanaf nu wordt het aan, ja. Fucking nee, stop nu. Dit is echt overdrijven slash. Ik snap hier weer niks. Nou kijk, het zit zo. Levi en Julie hebben eigenlijk iets. Maar zij hebben iets, maar ze liggen naast elkaar. Ja, en met een ander. Ja, ik snap het ook. Okay. Als je met iemand wil dansen of gewoon los wil doen, dan moet ze dat gewoon accepteren. Is die weer, hè? Pablo. Onze maffia moet gewoon dit doen. Als ze wil, moet ze gewoon accepteren. The devil is arrived. Wow! Zijn er mensen gewond geraakt? Mag niet, bloed. Je mag niet vechten. Nee, dus je mag logisch. Niet. Er was gewoon echt gevraagd van, ja, mag ik hem slaan? En dan zei hij van, ja, als je dat door naar huis stuurt. Dus toen was er een alternatief verzonnen. Wat? Ja, ik ben fucking boos! Even, wacht, even naar de productie. Yo, hey, mag ik hem slaan? Nee, nee. Dus het alternatief was gewoon een... Dat ga je straks zien, denk ik. Oh, oké. Okay. Ja, ja. De eerste bom van vandaag is gebarsten. Maar Dante weet dat er nog een bom in aantocht is. Oh shit, Dante. Nicole moet of Alessio of Dante naar huis sturen. Oh boy, ja, voor de mensen die het programma niet kennen, dus ik. Er worden dus soms ook mensen naar huis gestuurd. Dat is nieuw. Hoe koud hoeveel mensen zijn er inmiddels? Welke van deze heb je iets mee gedaan? Van dit hele orkest? Deze? Die? Ja, die daarnaast. Die daarnaast. Ja. Die? Ja. Ja. Dan moet je even play drukken. Ik ben Nicole. En was je date? Rustig? Ja. Nicole, je date is voorbij en dus moet je nu beslissen wie je naar huis stuurt. Je ex of je date. Nou, zeg het eens, lieve. Alessio, helaas moet je naar huis. Ik zei het. Ik zei het. Jij moet naar het casino vandaag. Oké, jammer, dan gaat naar huis. Nou, boeien. Boeien, Ruud. En zo eindigt deze nacht in de hel. Sneeuwpop probeert zichzelf te pijpen hier. Waarbij Tessa in een leeg bed kruipt. Dennis uiteindelijk bovenop Olivia kruipt. Jeetje! Wat doe je hier? Zij wilde niet dat je het zeg maar echt zag. Ja, dat viel me op, maar alsnog klaart dat niet deze ja. Uber-tent. Je kan hier echt niet naar kijken, man. Het is zo grappig. Heb je met meerdere mensen daar ook echt seks gehad? Ja. Was Olivia gewoon, was zij de beste? Eerlijk ja. Zijn? Jawel. Zou ik ook maar zeggen als ik jou was. The secret ingredient is always love. Dit zijn de klappers, hè. Dit zijn ze. Dit wil je met z'n kookschort. Oké, okay. We zijn beland bij aflevering 8. Ik ben Mandy, ik ben 23 jaar oud. 23! Ik ben ouder dan haar! Zij ziet eruit alsof ze gewoon al way meer volwassen is dan ik. Wanneer wordt iets bestempeld als een ex? Gewoon als je een keer... Seks hebt gehad, joh. Nou, wat gaat er gebeuren? En Lee, Robin, Jamie en Dan... Wat is de... Hey! Hey! Oh! Wacht maar, doe dit! Lekker maar met jou. Dit hoor je niet, de tablet! Ja, ik dacht het is leuker om met z'n drieën te kijken. Ik dacht ik zal het je niet aandoen om nog een ex van je te fixen. We hebben er nog iemand bij, dames en heren. Evan is er ook, ja. Nou, ik ben Evan. Ik heb meegedaan in vorig seizoen Lingo. 64. Evan, ik dacht ik nodig je even uit. Ja. Zonder dat Dennis het wist. Want het einde. Koers zetten richting de nacht. Ziet er wel comfortabel uit. Ik wil dat ze lekker zaten.
Denk je? Weet je hoe hard die nept die te zijn? Je krijgt als ex ook een extra power. Jouw extra power is dat bij terugkomt je een van de exen van Dennis naar huis moet sturen. Zijn er ook gewoon mensen die eigenlijk wel gewoon naar huis willen? Ik had het na 18 dagen wel gehad, hè. Ben je 1 dag nuchter geweest? Nee. Nee, ik niet. Nee. Mandy, je date is voorbij. En dus moet je nu besluiten welke ex van Dennis je naar huis stuurt. Nou. Dus het is of Olivia, of Tessa. Van wie je net de billen hebt gekust. Olivia. Nee. Is Dennis het moeilijk om gaan maken hier? Hoezo zou ik het Dennis moeilijk maken dan? Vind je het erg, Dennis? Tuurlijk. Tuurlijk. Kunnen we door? Kunnen we verder? Tuurlijk. Het leven in de villa gaat gewoon door. Net als de terror. Ik ga het niet eens doen. Nee. Tuurlijk wordt er nog getonkt vanavond. Nou, Nicole, laat maar zien wat je... Hallo! Oh, en Tessa die grijpt ook de... Jij mist Olivia wel, hè, of niet? Eenmaal terug in de villa gaat het feest. Gewoon. Ziet er wel echt uit als tering leuk. Nou, ik mag wel eerlijk zeggen, de laatste paar dagen was het wel echt leuk. De laatste paar dagen wel, ja. Maar we hebben echt een paar dagen gehad waar we ons echt kapot aan het vervelen waren. Ja? Ja. Nicole geeft Evan alvast een voorproefje. Maar Tessa heeft de smaak inmiddels zo erg te pakken. Dat zij inmiddels voor nog meer is gegaan. Zo ken ik je weer. Nee, lul op. Zo! Yep, later! Zo, mazzel! En we gaan weer terug! Eindelijk kan hij nog even lekker van een drankje genieten. Want ook Nicole wil nu meer. Maar ja, Dennis komt net uit bed. Dus wordt er nagedacht over een alternatief. Wil je een bad? Kom, we gaan een bad. Huh? Nou, daar gaan we dan nog een keertje. Ja, dit was het moment dat de microfoon van mijn camera uitviel en jullie dus mij niet meer kunnen horen. Maar gelukkig heeft mijn laptop ook audio opgenomen, dus kunnen we toch verder gaan. Het is wel een beetje kut audio, dus sorry als je ons niet zo goed verstaat. Blijf nog steeds een beetje amateur. Oh, dit ging allemaal heel snel. Ja, heel snel. Ja, dit was ja, niet, dat vond ik niet even. Het was niet even met badkleding in bad en even knuffelen. Dus ik kom door de badkamer, door die deur in de kamer kijken. En ik kijk zo. En Romy zo, en? Ik zo, ja, die zijn neuk houden. Maar hij blijft ook maar doorgaan. Kijk, die voet is classic. Die is echt classic. Ze hebben er echt wat moois van gemaakt in de edit. Dit is gewoon een aftermovie. Ja, ik kom de kamer uit en er staan gelijk 16 kleine kutkinderen mij op te wachten en helemaal confronterend. Meisje, hebben we nu problemen? Ik vind het een beetje raar, man. Ja, ja, het is raar, maar ik kan niet zeggen dat ik het niet eerst aan je heb aangegeven. Jij ziet er hier echt uit als een foute boy. Ja, met dat petje. Dat is een tasje, wat is het? Evan is boos op mij, terwijl ik was gewoon naar hem toe gegaan. Ik zeg, luister, hoe zit het tussen jou en Anouk? Anouk, toch? Wie? Ja, toch niet? Je kunt het niet eens goed lullen, jongen. Zij, ik noemde haar al 2 dagen Anouk en zij reageerde daar ook gewoon op. Niemand had ooit tegen mij gezegd dat ze geen Anouk heette, toch? Jamie en Lee als Extra Power Girls, aan jullie de keuze. Jullie mogen kiezen welke specifieke gebeurtenis van vannacht onthuld wordt. Gaan jullie voor lust of bedrog? Wij kiezen voor bedrog. Wat is er precies gebeurd dan? Hij zegt dat? Ja, letterlijk de guy. Hetzelfde heeft gedaan. Ik ging gewoon om het hoekje. Terwijl de rest van de singles in spanning afwacht welke ex er gaat aankomen, heeft Dennis een gezellig momentje met Tessa onder de dekens. Fuck, vriend. Het is echt overdag. Hij was daar, hij snapt het niet eens. Er is weer een nieuwe ex, dames en heren. Hey. Die is net op date geweest, maar net, hoe heet ze? Anouk. Alessandro, als ex krijg je ook extra power. Geloof je in ware liefde of niet? Beslis of je een ex uit de villa wilt wegsturen of dat je een oude liefde wilt herenigen. Oké, dus deze nieuwe papi mag iemand of wegsturen of mag weer iemand terughalen. Ja. Maar hij weet toch niet wie hier allemaal zijn geweest? Nee, maar hij moet gewoon zeggen iemand en dan productie koos wie. Ja. Oh, oké.
denk gewoon dat we iemand gaan terughalen. Goeie keuze! Hij is sowieso ingefluisterd, nee. De productie. Ja, haal waarom, het iemand terug. Nee, waarom zou je iemand wegsturen als je net nieuw bent, weet je? Ja, ja, oké, dat is waar. Je wil iedereen wel voor jou. Hij noemt de koe. Ah, daar heb je wat uit te leggen, vriend. Ik moet het wel tegen haar vertellen. Heb je dat ook gedaan? Ja, ja, nee, ik had geen... Er werd voor me gedaan. Als je een man bent, kom je excuses aanbieden. Je zit zwaar fout. Alle boys zeggen dat hij zwaar fout is. Yo, kijk hem lopen. Ik word zo bang. Ik zou wegrennen, man. Hier hebben we 9 afleveringen op gewacht. Ik heb een stukje van 5 seconden. Ja. En toen dacht productie, nu is het klaar. Dit was de laatste aflevering. Yes. Ja, die bewakers hebben gewoon 16 dagen gewacht. Hele dag zaten ze zo. Ja, ze staan zo aan de kant. Kijk, weet je wat het is? Weet je wat het was met de andere Ex on the Beach? Kijk, het gebeurt sowieso niet vaak bij Ex on the Beach dat mannen vechten. Dat nee, gebeurt, meer het is meestal echt gewoon elke aflevering 3-4 bitchfights. Maar bij ons, al die vrouwen, die waren gewoon te lief voor elkaar. Ja, en ze, ja. Maakt niet uit wat er gebeurde, ze gingen nooit ruzie maken, nee. Weet je wel. En dat vonden wij gewoon raar. Ik kan tegen mij, ik vind je echt leuk, bla bla bla. Luister, je weet dat de situatie steeds verandert. En het was ja, maar hoezo de situatie steeds veranderd? Als klaar ze mijn liefde. Nee, Olivia was naar huis. Waarom loopt je weg? Omdat zij mij niet uit laat praten. Nee, vrienden meer niet. Keer. We zijn vrienden meer niet. En als zij. Nee, helemaal niet. Dat heb je niet tegen mij gezegd. Vind je echt leuk? Dat zeg je toch de hele tijd? Ik vind je ook echt leuk. Ja, nou, dat is toch niet vrienden. Kan je niet meer uitredden, man. Nee, ja, ik niet. Jij krijgt de wind van voren, vriend. Met z'n tweeën, hè? Ja, man. Ik lieg niet eens, maar man. Ja, kijk, ik snap Tessa wel. Want Tessa is gewoon, die was gewoon small victim. Maar dat is gewoon zo. Ja, ik begreep Tessa ook wel, ja. Ja, ja, je bent vrijgezel daar. Je moet gewoon je ding doen. En... Je wil harten breken. Nee, dat ben ik echt niet. Ik ben een goeie jongen. Okay. Wat lach jij? Ik lach het niet. Ik hoor echt zo. Het is zo klaar. Bedankt voor het kijken.